Sowieso dat Nardender, dat is toch altijd een ploeg ook met een klein beetje een verleden, die willen voetballen. Totdat ik dan de wedstrijd zelf zie, en dan is het inderdaad, je komt voor de rust 0-1 voor. En dan is die wedstrijd normaal gespeeld bij 0-2. Ik zeg niet, we hebben zeker niet onze beste wedstrijd gespeeld, maar je komt op verplaatsing 0-2 voor. En dan moet je dat in principe kunnen vasthouden. En dat zeker op twee stilstaande fases is natuurlijk heel bitter om dat nog te slikken. En houdt iedereen eigenlijk een slecht gevoel aan die wedstrijd over. We hebben de wedstrijd eigenlijk zelf uit handen gegeven daar. 0-1 voor, 0-2 voor. En dan eigenlijk door twee fouten die individueel zijn. Afspraken die gemaakt zijn voor de wedstrijd, die niet nageleefd worden. Die worden natuurlijk cash betaald in Tweede Nationale. Maar dat is dan een beetje een tikkeltje concentratie die weg is op zo'n momenten. En dat zijn natuurlijk scrimmetjes en het is niet altijd even gemakkelijk. En like die tweede goal dat we krijgen, dat is ook een afgeweken bal op, boef, boef, boef. Maar je zit er wel in en op het einde van de rit is dat hetgene dat telt. Hè. Eigenlijk gewoon een cadeau dat je geeft aan een tegenstander die misschien op 90 minuten maar in uitgespeelde kans hebben bij een voetbald. Dus dat is natuurlijk heel jammer en dat zijn puntjes die je op het einde van de rit wel kan missen natuurlijk als de rekening wordt gemaakt. Hè. De trainer was heel boos. Hè? Ja, wel. Dat gebeurt in het voetbal. Op zo'n moment mag je ook als trainer boos zijn en mag je ontgoocheld zijn in een groep. Maar iedereen doet natuurlijk zijn best, maar het zijn wel die foutjes die eruit moeten, want zo verliezen natuurlijk wedstrijden. Hè. Er zullen zeker spelers bij geweest zijn die zich schuldig voelen. En al was de verslagenheid wel collectief, dus in de groep was wel echt besef van we hebben hier echt iets weggegooid. Het komt inderdaad Tubeke. In principe moeten we er altijd drie punten tegen thuis houden. Al weet iedereen, dat zijn wedstrijden zoals tegen Wetteren. Ploegen die hier waarschijnlijk met zeer veel volk gegroepeerd achter de bal komen spelen. Dan is het natuurlijk onze taak om daar een oplossing op te vinden. En waarschijnlijk heel snel in balbezit tempo te maken, ons tempo op te leggen. En heel gedisciplineerd, want die tegenstoot of die tegenkans die zal altijd wel eens aanwezig zijn. Eén ding is zeker, als we normaal spelen, wij moeten altijd die wedstrijd winnen, punt. Maar het is zeker niet gemakkelijk en iedereen moet vol aan de bak gaan. En als iedereen op 100% zit en iedereen is enthousiast, wint zijn duels, noem maar op, dan moet er vanuit gaan dat we gaan winnen. Maar dan moeten we wel aan die voorwaarden voldaan worden. En ik denk
gewoon nog goed trainen deze week. En zaterdag iedereen het volle pond. En je moet zorgen dat je zelf niets kan verwijten. En als iedereen dat doet, dan winnen gewoon die matchen. Dat staat nu al vast, maar je moet het natuurlijk wel doen. Onze club is dit seizoen wel een pak professioneler geworden. En door die professionaliteit moet er soms wel eens twee keer op een dag getraind worden. En tussen die trainingen hebben de spelers natuurlijk nood aan een goede maaltijd. En voor deze maaltijd zorgt ons keukenteam Ingrid en Marleen. En ik denk dat het eens tijd is dat we ze een beetje gaan helpen tussen de trainingen door. Zeg Marleentje, wat schaft de pot vandaag? Ah, vandaag schaft de pot spaghetti. Met saus met vlees en saus zonder vlees. Hé, voor onze vegetarische. Voor ons vegetarische en kip en zalm in oven. Amai, zeg, dat is een goede menu, hè? Ja, zin. En daarachter nog een yoghurtje als dessert. Een dessertje nog ook. Een dessertje, hè. Zeg, en is dat niet moeilijk om voor zo'n hele ploeg koken? Ja, we zijn dat al een beetje gewoon, hè. We zijn dat al wat jaren gewoon, hè. Voor zo'n hoop te koken. Ja. En zijn er zo ambetante spelers bij? Dat zeg je, dat mag niet. Ja, eten we dat de pot schaft. Oh, echt gelijk. Ja, zin. Maar we kunnen wel niet zeggen het een of het ander, maar... Ja? Ze moeten toch eten wat dat de pot heeft. Ah, ja. En moeten dat veel doen eigenlijk, zo koken? En wel, dat valt redelijk mee. Dat is ook al te zien als ze op verplotsing gaan. En als ze twee keer trainen. Ja. Soms is dat een keer soep, dat varieert. Hé. Nooit gewone spaghetti, soms zijn het al een keer strekjes. Oh ja. Dat is ook te zien. En als ze op verplotsing gaan, voor als ze vertrekken, dat wordt dan met veel liefde gemokt. Ah ja, dat is wel. Met gedacht, ze komen met de drie punten naar huis. Ah ja, dus jij zorgt eigenlijk ook wel een beetje voor de drie punten. Ik probeer dat, maar zullen moeten het wel doen op het groene veld. Hé. Maar jij geeft ze natuurlijk de nodige energie. Ja. Ja, dat is met volle liefde gemokt. Dus. Ja. Una musica dolce suonava soltanto per me. Een goede kop die pizza. Perfect, hè? De pot met vlees. Met vlees, ja, dat proef ik. En dat is. Oh, lekker. Zonder vlees. Zonder vlees. Tomatensaus. E incominciavo a volare. Nel cielo infinito. Moet ik ze eens omdraaien? Kunnen we het al eens omdraaien? Waarom niet? Oh, nee, het is nog niet nodig. Nee, pas op, ik kan ook wel wat koken. Ik, ja, ik kan dingen, soep goed maken. Oh, dat is goed, dat we dat weten. Ja. En veel soepen, hè. Pompoensoep uit een pakje. Tomatensoep uit een pakje. Groentesoep. Ja, maar soep is zeggen. Dat zal je niet. Ken die een truc? Weet je niet wat het al zocht is? Ja. Het zal die truc eens leren, kijk goed, hè. Ik geef dat niet. Dus je pakt zo'n pilletje spaghetti. Godverdikke, dat is warm. Dat is waar, nee. Je pakt zo'n pilletje spaghetti en als je wilt zien wat die goed is, moet die tegen de muur gooien. En als die terugkomt, dan gaat die leeg. Voilà. En is hij goed? Hij blijft hangen. Moet ik zo roepen? Tieten is klaar. Kom aan. Dat is toe, jongens. Dan ziet het dat je kaal doet, dat hij hier goed. Oh ja, dat ziet er goed uit. Ja, vertel. Kip? Ja. De voorkeur van welk stuk? Nee, kies maar. Nee, dat is een schoentje, hè? Ja. Alsjeblieft. Dat stuk? Ja, dat is een goeie. Hè? Ah, Vinny. Ziet dat je niet te veel saus pakt, vriend? Nee. Een stukje kip? Ja. Voilà, zé. Ah, c'est du bon poisson, ça, hè? Ouais, c'est ça, j'aime bien. Ah, voilà. Ah, voilà. Een stukje vis? Ja. Ah, vis. Een langwerpige vis? Of deze? Volare. Oh, er is nog vis. Er is nog vis. Ah, ja, voor mij een beetje vis. Ja, een klein stukje. Oh, pak maar dat. Dat hier? Ja, toch een groot? Ben je een visman, Dirk? Oh, een visman. Ja? Dat is goed, merci. Smakelijk, hè? Ja, dank u. Ah, Luske. Kip, vriend. Ah, vrienden, smakelijk. Mag ik mij naar stuk komen zetten? Zeker en vast, met plezier zelf. Eerst proeven. Dat is fantastisch. Mandje open. Voilà, hè.
La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare. John, yeah. You like the food? Yeah, it's very nice. Yeah? You like eating here? Yeah, I love it. Yeah. Top chef. Gli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con. Voilà, het eten zit erop. Ik denk wel dat iedereen het lekker vond. We hebben nog één extra ding voor jullie, namelijk de goal van de maand. Maar ja, heel veel goals hebben we van de maand niet gemokt. Hè. En de goal die we wel gemokt hebben, omdat we zeggen, zo schoon waren ze ook niet. Hè. Dus ik heb een klein beetje een extra deal gedaan en ik heb er een goal in gestoken. Een speciale goal. Het is geen goal van ons, maar het is wel een wereldberoemde goal. Je gaat ze waarschijnlijk wel herkennen. En... je kunt erop stemmen ook als je wilt, hè. Ik zal dat maar doen. Laten we eens kijken. Arranca por la brecha del genio del fútbol mundial y desde el tercer gol de Carmona Borja, que siempre Maradona. ¡Genio! 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 ¡Genio!